We zijn weer op het bedrijventerrein van de Novio Tech Campus en praten met Noes de Vries over stressincontinentie. Noes, we zijn hier bij elkaar om te gaan praten over stressincontinentie bij vrouwen. Ja. Vertel mij wat dat is. Stressincontinentie is ongewild urineverlies. Dat komt heel veel voor. Bij vrouwen heb je twee vormen van incontinentie die veel voorkomen. De meest voorkomende vorm is stressincontinentie. Dat heeft niet zoveel met stress te maken, maar dat is ongewild urineverlies bij lachen, niesten, hoesten, inspanning. Ja, ja. Dat is de meest voorkomende vorm. Daarnaast is er nog een vorm die we urge incontinentie noemen. En dat is eigenlijk een vorm van incontinentie waarbij urineverlies optreedt door bijvoorbeeld een overprikkeling van de blaas. Ja, dus ja, dat is dan meer neuraal bepaald. Ja. En dat is een veel voorkomend probleem. Heb je een idee, als ik in Nederland kijk, over hoeveel mensen, over hoeveel vrouwen hebben het dan die last hebben van stressincontinentie? Ja, je praat, als je het boven de leeftijd van 50 jaar neemt, dan heeft vrijwel 1 op de 2 vrouwen last van stressincontinentie. Ja. Zo, dat is een veel voorkomend probleem. Ja, komt heel veel voor. Natuurlijk is de mate waarin het voorkomt verschillend van vrouw tot vrouw en ook afhankelijk van leeftijd en andere omstandigheden. Maar het komt heel veel voor. Het is alleen iets waar mensen niet graag over praten en toch een beetje in de taboesfeer ligt. Ja, nee, kan ik me ook voorstellen. Dat is natuurlijk, je zult wel met een natte broek zitten. Dat is precies. Uiterst vervelend. Annelies van der Pies. Ik moet wel piezen als ik niet. Shit. Jij hebt met Urogen iets ontwikkeld waardoor, zeg maar, je kunt helemaal voorkomen dat je last hebt van die stressincontinentie. Maar daarvoor werden allerlei andere dingen gedaan. Wat maakt jouw product zo specifiek? Ja, eigenlijk is de situatie zo, als je bij de huisarts komt met de klacht van stressincontinentie, dan zal je in eerste instantie door de huisarts naar de fysiotherapeut verwezen worden voor bekkenbodemoefeningen. Ja. Als dat uiteindelijk niet meer helpt, dan moet je iets anders. En op dit moment is dat eigenlijk het plaatsen van een bandje. En zo'n bandje bestaat uit een brede veter van gaas, kunststof. En dat wordt onder het midden van de plasbuis aangebracht. Als je kijkt naar de oorzaken van stressincontinentie, zijn er 2 factoren heel erg belangrijk. Eén daarvan is de druk in het midden van de plasbuis, de sluitingsdruk. Ja. Die is belangrijk omdat als je lacht, niest of hoest, ontstaat er overdruk in de blaas. En door die overdruk krijg je lekkage als die sluitingsdruk in het midden van de plasbuis onvoldoende is. En de andere factor is de stabiliteit van de plasbuis. Vaak is het zo, met name bij vrouwen die overgewicht hebben of vrouwen die kinderen gekregen hebben, dat de bekkenbodemspieren verslapt zijn. Daardoor gaat die plasbuis iets doorhangen. Ja, ja. Om goed te kunnen sluiten is het van belang dat die plasbuis iets omhoog getrokken wordt door spieren. Okay, gebeurt dat onvoldoende, krijg je ook lekkage. Dus wat wij doen is eigenlijk op 4 plaatsen rond het midden van de plasbuis een bolletje aanbrengen. Dat gaat van buiten middels een injectie. Okay. Dat gaat onder lokale verdoving. Ja. Dat kan dus in een polyklinische setting. Hè, ja. Dus je hoeft geen narcose, je hoeft niet voor een operatieve ingreep. En de ingreep duurt kort. Okay. Wat we ermee bewerkstelligen met die 4 bolletjes is eigenlijk een beetje wat het bandje ook doet. Aan de ene kant is het zo dat die bolletjes die nemen volume in en die drukken die plasbuis een beetje bij elkaar in het midden. Ja. Daardoor verhogen we die sluitingsdruk in het midden van de plasbuis. Ja. Ja. Dat is 1 effect. Aan de andere kant wordt rond die bolletjes littekenweefsel gevormd, waardoor die bolletjes ook weer steviger die plasbuis op zijn plek kunnen houden. Okay. En dus ook enigszins stabiliseren. We zien eigenlijk heel goede resultaten. Ja. Maar nu eerst de pitch van de week. Stel, je hebt schouder- of knieklachten. Dan wil je daar natuurlijk zo snel mogelijk van afkomen, zodat je niet belemmerd wordt in je dagelijkse bezigheden. De ROM-applicatie helpt je daarbij, met ondersteuning van een fysiotherapeut. Met behulp van de applicatie kan de fysiotherapeut jouw voortgang monitoren. Hij kan meer en nauwkeuriger inzicht krijgen in jouw herstel. Zo word je optimaal begeleid tijdens jouw revalidatie.
Wij zijn Range of Monitor, fysiotherapeuten die deze en andere smartphone-applicaties ontwikkelen ter ondersteuning van de fysiotherapeut en de patiënt. We zijn trots en blij dat we jullie kunnen melden dat vanaf 16 mei de applicatie beschikbaar is en verkrijgbaar is in de App Store en de Google Play Store. De fysiotherapeut kan met deze applicatie nauwkeurig de bewegingsuitslag en de bewegingsverloop van de schouder of knie in kaart brengen. Zo heeft hij goed en snel en makkelijk inzicht in jouw herstel. Momenteel bestaat de applicatie uit twee gewrichten, de knie en de schouder. Deze willen we doorontwikkelen naar meerdere gewrichten. Daarnaast willen we het programma uitbreiden met een coachingsprogramma, zodat de patiënt ook thuis zijn bewegingen kan oefenen. Voor deze applicatieuitbreiding is het noodzakelijk dat er gegevens worden uitgewisseld tussen de praktijk en de patiënt. Dit heeft alles te maken met privacygevoelige wetgeving en regelgeving. Daarom zijn we op zoek, misschien ben jij het of ken jij iemand die veel verstand heeft van deze regel en wetgeving op het gebied van e-health producten. Dan zijn we op zoek naar jou en kan jij ons verder helpen om ons bedrijf groter te maken en verder uit te breiden. Ben je benieuwd wie wij zijn en wil je nog meer informatie? Kijk op www.rangeofmonitor.nl en volg ons op alle social media kanalen. Tot snel! Hoe werkt de metro? The advantage of Euroelastic is that it does not break down and therefore does not shrink. It has a long-lasting effect. Euroelastic is very benign for the body. It is injected as two bulking components that mix and harden into a flexible rubber plug. The procedure takes only 3 minutes and is performed under local anesthesia in an outpatient setting. The bulking agent becomes enclosed by connective tissue and can easily be seen on an ultrasound. It can be removed if necessary. Als ik nou kijk naar die ingreep die je doet, hè, het lijkt mij eigenlijk een redelijk simpele ingreep. Ja. Maar hoe lang duurt dat? Want ze gaan onder verdoving en... Ja, de ingreep zelf duurt misschien 5 tot 10 minuten. Kan iedere huisarts het doen? Qua techniek misschien wel. Alleen, ik denk dat het voor het begin gewoon veel beter is dat dat nog door uroloog of gynaecoloog gebeurt in de ziekenhuissetting. Zodat er, laten we zeggen, altijd het gevoel is dat er een backup is als er ook maar iets zou gebeuren. Ja, tot nu toe hebben we dat niet gezien. Euroelastic consists of a dual chamber syringe that is connected to a needle via a mixing tube. To inject the tissues around the urethra in the correct places, a needle guide is clicked onto the shaft of the cytoscope with injection openings at 12, 4 and 8 o'clock positions. We hebben hier een voorbeeld staan van de plasbuis. Ja. Hoe werkt het? Kun je iets laten zien? Ja, dat kan ik. We hebben hier wat dingen op tafel liggen. Wat we eigenlijk doen, dit systeem wordt vastgezet in het doseerpistool. Ja. Op deze manier. Dus nu kunnen we... Het lijkt wel of ik iets aan de dichte ben erbij. Hè? Ja. Het doet veel denken aan de kit van de podcast. Ja, precies. Klinkt wat onerbiedig. Daarnaast hebben we een applicator. Die zorgt er eigenlijk voor. Hier zitten 4 gaatjes in. Oké. De 4 plekken waar we injecteren. Ja. En die applicator zorgt er eigenlijk voor dat je naald niet te ver doorgaat, maar precies... Rond het midden van de plasbuis. Ja, snap ik. Dus met andere woorden, als ik dit kapje eraf haal en dit aanprik, dan zie je dat die naald kan er niet verder dan zo ver doorheen. En dat is precies uitgemeten waar die moet komen. Is die plasbuis nou langer, dan gebruiken we hebben 3 maten, dan gebruiken we een van die andere applicatoren. Ja. Dus wat er eigenlijk gebeurt is dat dit in de plasbuis geplaatst wordt. Ja. Nou is dit altijd een beetje lastig met zo'n rubber model, maar dit wordt in de plasbuis geplaatst. Ja. En wat we dus eigenlijk gaan doen, is hiermee parallel aan de plasbuis aanprikken. Tenminste, als ik dit zo zie, dan denk ik... Volkomen pijnloos. Ja? Ja. Oké. Daar voelt men echt helemaal niets van.
En natuurlijk, de meeste vrouwen zijn altijd een beetje zenuwachtig voor ze de vlak voor de procedure. Ja. Maar eigenlijk is bij 100% het verhaal na afloop, dit is me heel erg meegevallen. Ja, ja. En ik heb er niks van gevoeld. Maar als ik dat zo zie, dan... Ja, maar het is altijd natuurlijk als iemand bij de tandarts zit en dan krijgt een injectie. Het is minder erg dan bij de tandarts. Ja. Dat kan ik verzekeren. Het is nu ontwikkeld. Het is op bepaalde dames uitgevoerd. Het is op de markt. Meer dan 20 ziekenhuizen. Je doet het al meer dan 20 ziekenhuizen. Zijn er bijwerkingen? Wat jullie weten? Goeie vraag. Natuurlijk zijn er bijwerkingen. Stel iemand die heeft wat langer nodig voordat hij weer kan plassen. Ja. Een dag of twee dagen. Het kan zijn dat iemand in de eerste dagen na de ingreep een wat beursgevoel heeft in het kruis of wat pijn. Maar dat is eigenlijk altijd binnen een week weer verdwenen. De laatste vraag die ik wil stellen. Van wat kost het? Wat kost deze ingreep? Hij is nu nog het is natuurlijk nog kleinschalig. Een van de voorwaarden om een ziekenhuis binnen te komen is dat het natuurlijk door de verzekeraar vergoed wordt. Begint het ziekenhuis er meestal niet aan. Dus dit product wordt volledig vergoed door de verzekeraar. Okay. De kostprijs van het bandje ligt lager dan de kostprijs van dit product. Ja. Maar omdat je voor het bandje een operatiekamer nodig hebt, een anesthesist, de assistentie en operatiekamers zijn duur, is de uiteindelijke prijs voor dit product, ook gezien de snelheid waarmee het uitgevoerd kan worden polyklinisch, veel voordeliger dan het plaatsen van een bandje. Ja, ja. Dankjewel voor deze informatie, Noes. Het was een interessant gesprek.